try to draw an 8. Yeah, but now turn like that. Ik ben Jelle Kleijmans en ik speel Wolfgang Amadeus Mozart in Amadeus, het genie. Maar eigenlijk ook een klein beetje het kleine kind die heel het stuk door ligt te vloeken en seksuele opmerkingen ligt te geven. Dus een rol op mijn lijf geschreven. Dat will follow. En als ik don't follow, you have to say just round and you show the sound like that. Ik ben Nathalie Wijnands en ik speel Constance in Amadeus. En Constance is de vrouw van Mozart. En zij moet haar man, die kinderlijk, die vulgair is, maar wel geniaal is, moet zij bijstaan in zijn struggle. Ik ben Hans Lichtvoet en ik speel Leopold, de vader van Mozart. Een strenge man. Een man die sinds dat Mozart klein was, en een wonderkind uiteraard, als een soort kermisattractie zijn zoon overal mee naartoe heeft gesleept. Een sombere man, een heel strenge man. En die probeert Mozart enigszins op het rechte pad te houden, wat hem waarschijnlijk niet al te vaak lukt. Ik ben de andere Hans, naast Hans Lichtvoet. Ik speel Baron von Withorst. Ik ben Jan Schepens en ik speel de rol van Franz Josef. Dat is de keizer van Oostenrijk, op het moment dat Mozart zijn hoogdagen beleefde, eigenlijk, als componist. Ik ben Hilde van Weespoel en ik speel Venticella in Mozart. Nele en ik, wij zijn de roddeltantes van Wenen en wij brengen zo'n beetje de grappige noot, eigenlijk meer de cynische noot in het stuk. Beetje grappig ook wel, hopelijk. Ja, wij zorgen voor de lichtere toets. Ja. Het is eigenlijk een intrigue, hè? Het is eigenlijk een soort van moordverhaal, hè? Want er wordt een stelling geponeerd die waar is of niet waar is, maar die wel heel interessant is. En die allemaal ontstaat en voortvloeit uit het feit dat Salieri afgunstig was van Amadeus zijn talent. Ik denk dat dat zeer herkenbaar is. Amadeus was echt een mega multitalent, ongelooflijk. En Salieri had ook talent voor muziek, maar had niet dat goddelijk talent. En hij was daar zeer, zeer jaloers op. En van daaruit ontstaat het verhaal om Salieri een soort aanslag te laten beramen op Amadeus. Of om op een heel clevere manier ten onder te doen gaan. En ja, dat is zeer intrigerend, denk ik. Waar ik ook heel hard naar uitkijk, is naar de kostuums. Want we hebben ervoor gekozen om het met de grandeur van de klassieke en de rococo te doen. Dus pruiken, wit geschminkt, tache de beautés, prachtige kostuums en van die gouden decors. Dus ik kijk er naar uit om daarin te staan. Het stuk is met de grootste baljurken en zo. We hebben onze maten al moeten laten opnemen. Mm-hmm. Oei, ik ben die vergeten. Bij mij is het gebeurd. Nee, ik ben heel benieuwd. Want ja. Het is en we hebben dus ook zo'n pruiken. Ja. Echt heel prachtig. Dus we moeten wel allemaal komen zien. En ik kijk, want dat is voor mij echt een meisjesdroom die uitkomt. Zo'n baljurk die op mijn lichaam gemaakt is. Mm-hmm. Ja. Dus we zijn zelf ook heel benieuwd naar de kleren dan. En blij. En blij. Ik heb de film gezien en dat was voor mij een ongelooflijk fantastische ervaring. En zeker naar die klassieke muziek toe. Ik heb niet zoveel voeling met klassieke muziek, maar ik heb op dat moment wel de kracht van klassieke muziek gevoeld. Salieri is eigenlijk een gids doorheen dat hele stuk en doorheen de hele film en doorheen heel ons stuk ook. En hij legt uit hoe de muziek van Amadeus werkt en klinkt en hoe dat we ernaar zouden kunnen luisteren. En dat is alsof dat je een geweldig goede gids hebt die je door een prachtige stad loodst en je allerlei kleine verhaaltjes vertelt en legendes vertelt, waardoor die stad zoveel mooier wordt. En ik denk dat dat stuk en de muziek van Mozart duizend keer mooier wordt op die manier. En ik denk dat daarom de mensen zouden moeten komen kijken. Amadeus gaat in première op 3 mei. We spelen heel de maand mei tot begin juni. En je moet zeker komen zien, want ik denk dat het zeer, zeer, zeer goed gaat worden. Dus bestel alvast je tickets op www.logetien.be.